van waar de interesse in thee? Ja, dat is een goeie. Thee en eten, drinken, gezond leven, dat is altijd wel een beetje mijn passie geweest. En thee vond ik gewoon heel mooi daarbij passen. Dat vond ik gewoon altijd al heel erg lekker. En ik ben ooit aan een dag geweest voor mijn opleiding. Een eerste kennismakingsdag. Nou, en dat vond ik echt zo verrassend. Dat was echt zo bijzonder wat ik daar proefde. Dat kende ik gewoon niet van thee. En ja, daar wilde ik heel graag meer van weten. Hoe krijg je een fervent koffiedrinker aan het theedrinken? Ja, dat is een mooie uitdaging. Gewoon proeven. En ja, je hebt heel veel soorten thee. En er zijn een aantal soorten thee die echt wel een heel klein beetje naar de koffie neigen. Die echt wel hele mooie smaken hebben. En ik denk de meeste Nederlanders, ja, die kennen de echte mooie kwaliteitstheeën nog niet echt. En als je die ontdekt, dan weet je dat thee echt wel wat meer te bieden heeft dan de meest gangbare kopjes thee. En dan is zo'n theeceremonie, is dat dan voor de middag of kan dat ook in de avond? Kan in de middag, kan in de avond. Ja, kan de hele dag door. Wij drinken thee uit een glas. Ja, dat is ook helemaal prima. Wat wij Nederlanders doen vaak wel is een grote mok nemen. In China bijvoorbeeld is het toch gebruikelijk om wat kleine kopjes te gebruiken. Kleine glaasjes. En vandaar dat er ook veel kopjes thee worden gedronken. Want het gaat om dat je echt een klein beetje lekkere goede thee drinkt. En ja, een hele mok vol. Ja, dat is toch wat anders. Drinkt de Chinees het ook met suiker of met honing? Niet dat ik weet. Nee. Maar dat is niet het verpesten van de thee, toch? Vind ik persoonlijk wel. Dan moet ik wel zeggen, elk land heeft zijn eigen theecultuur. Dus je kan, in China is een vorm van thee drinken. Maar als je in India heb je de chai thee met heel veel kruiden en donkere thee. Die wordt wel gezoet. En in Marokko is bekend, hè? Ook een hele zoete thee daar te drinken en in Turkije. Dus zo heeft elk land zijn eigen theecultuur. Dus ja, ik kan niet zeggen per definitie dat suiker niet in de thee hoort. Dat is gewoon toch heel persoonlijk. Vind je het erg dat ik bij de koffie blijf? Ja, wat je wil. Normaal gesproken, wat ik geleerd heb, is dat je netjes de thee afweegt en dat je de tijd bijhoudt. Maar met een kaiwan hoeft dat niet exact. Je speelt eigenlijk een beetje met de tijd.